Ik wil graag beginnen met een aantal kleine algemene puntjes, kleine verbeteringen. De eerste verbetering zal jullie waarschijnlijk direct opvallen als je mijn scherm bekijkt. En dat is namelijk dat de blauwe ondersteuningsknop, die zoveel van onze klanten toch wel redelijk in de weg zat aan de rechterkant, inmiddels verdwenen is. En die hebben we vervangen door de mooie groene knoppen aan de bovenkant. Tevens hebben we van de mogelijkheid gebruik gemaakt om ook de knop Mijn Tickets wat duidelijker te maken. Want ondanks dat die eigenlijk op diezelfde plek al heel lang beschikbaar was, werd die door heel veel klanten totaal over het hoofd gezien. Nou, de knop doet in wezen nog steeds wat je van hem verwacht. Als je op ondersteuning klikt, is het mogelijk om een ticket in te dienen. Die wordt rechtstreeks bij de helpdesk afgeleverd. En dan gaan wij natuurlijk ons best doen om je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Even als voorbeeld. Dien ik even een ticket in. Je ziet ook dat aan de rechterkant, op basis van de vraag die je intypt, al een aantal mogelijke zaken uit onze kennisbank worden getoond die misschien al interessant zijn en ook misschien het antwoord op je vraag al zullen geven. Zou dat onvoldoende zijn, dan kun je natuurlijk altijd je ticket indienen. Ik ga hem nu even versturen. Helaas hebben we gemerkt dat onze helpdesk software een klein probleempje heeft in Chrome, waar ik nu in zit, met deze pop-up. Die sluit niet vanzelf. De ticket wordt echter wel ingediend, dus als je na een aantal seconden wachten gewoon op het kruisje duwt, dan komt de ticket gewoon binnen. We hebben dit bij Freshdesk gemeld en we gaan ervan uit dat dit probleem zo snel mogelijk wordt opgelost. Klik ik nou op de button Mijn Tickets, dan zul je zien dat hier alle tickets staan. Standaard staat deze op openstaan of in behandeling. En dan zie je de vragen die op dit moment nog in behandeling zijn door de helpdesk. Dit overzicht is extra handig, want wellicht wil je ook nog een keer terugkijken naar een ticket waar je ooit een keer een antwoord op hebt gehad, omdat je niet meer precies weet hoe het ook alweer werkte. En dan kun je in het overzicht alle tickets nog een keer, alle afgesloten tickets, nakijken. Nou, voor zover de nieuwe knoppen. Daarnaast hebben we nog een hele andere mooie wijziging gerealiseerd. En die heeft betrekking op de selectieschermen. Als ik bijvoorbeeld naar het overzicht met acties ga, dan kan ik naar de bewerkmodus gaan om mijn acties af te ronden. En je zal dan direct zien dat er een blauwe balk in beeld is bijgekomen. En dat komt omdat we nu hebben mogelijk gemaakt om een selectie te onthouden over meerdere pagina's. Voorheen was het zo dat wanneer ik nu, zoals nu, een vier of vijftal acties selecteer en dan navigeerde naar de volgende pagina, mijn selectie niet meer werd onthouden. Maar dat hebben we nu opgelost. Als ik namelijk klik op toon selectie, dan zie je direct de acties die ik zojuist geselecteerd heb. En nu kan ik er nog een aantal bijzetten om vervolgens toon selectie te doen en op deze selectie mijn actie afronden bijvoorbeeld uit te voeren. Wat nog mooier is, is dat deze selectie, ook als ik zoek op een bepaalde naam en ik klik dan weer de bewerkmodus aan, mijn selectie nog steeds onthouden is. Dus op deze manier is het zelfs mogelijk om met meerdere zoekopdrachten een selectie samen te stellen en op deze hele selectie in één keer je actie te doen. Bijvoorbeeld dus afronden, maar dit is natuurlijk ook mogelijk bij de opleidingsvragen, bij de persoonsdossiers of bij alle andere overzichten waar je de selectievinkjes kan aanzetten. Daarnaast is het nog steeds mogelijk om in één klik je selectie te verwijderen of alles van één pagina weer te geven. Let even op dat selecteer alles in dit opzicht nog steeds betekent dat je alleen de hele pagina selecteert en dus niet alle resultaten. Dat gaan we in de volgende release aanpakken. Even kijken. Andere kleine wijziging die we nog hebben doorgevoerd is het mogelijk maken om te zoeken op vrije velden in de opleidingsvragenoverzicht. Dit was al mogelijk in veel andere overschermen, bijvoorbeeld bij persoon en bedrijf. En nu is dit ook mogelijk gemaakt bij de opleidingsvragen. Kies ik hier voor het vrije veld taal met als code NL, dan vind ik een drietal opleidingsvragen waar dit vrije veld is ingevuld met de letters NL. Nou goed, hopelijk hebben jullie er wat aan. We hebben verschillende klanten gehad die dit aanvroegen, dus we hopen hier iedereen een plezier mee te doen. Dan wil ik graag doorgaan naar de wijzigingen in de opleidingenmodule. Allereerst hebben we een kleine wijziging gedaan in de opleidingsonderdelenlijst. Voorheen was het, zoals jullie wellicht al weten, mogelijk om de planningstatus van docenten in deze lijst in te zien. Dat is het nog steeds.
Maar daarnaast hebben we het nu ook mogelijk gemaakt om de planningstatus van de locatie zichtbaar in te zien, middels een icoontje. Dit zijn de icoontjes die je ook kent uit de planningsoverzicht van een opleiding. En voorheen was alleen de locatie zichtbaar. En nu hebben we dus ook de planningstatus direct inzichtelijk gemaakt. Het daadwerkelijk omzetten van een status is in dit overzicht niet mogelijk. Maar dat doe je nog steeds bij de opleiding. Dat brengt me ook direct bij de volgende wijziging. Ik maak even een nieuwe opleiding webinar geven aan. Die hebben we al vaker gezien tijdens deze webinars. En nu ga ik even door naar het planningsoverzicht. Want we hebben ook een wijziging gedaan bij het plannen van onderdelen. Voorheen was het namelijk niet mogelijk om tegelijkertijd een docent door te geven en een planningstatus van een docent. De planningstatus, als je die al koos, werd gewoon simpelweg niet opgeslagen. En dat hebben we nu aangepakt. Het is dus nu mogelijk om zowel een docent als een planningstatus als een locatie tegelijkertijd in te voeren. Ik kies hier bijvoorbeeld even voor iets. Mezelf als docent met een planningstatus akkoord. Die voeg ik dan vervolgens toe en je zal zien dat alles netjes wordt geregistreerd, inclusief de onbekende planningstatus voor de locatie. Vervolgens kan ik nu meerdere docenten toevoegen met een planningstatus onbekend. Bijvoorbeeld onze training van Remery. En even een, we moeten natuurlijk wel het vinkje aanzetten. En een willekeurige andere docent. Die voeg ik ook toe. En het werkt nu zo dat wanneer ik nu dit opleidingsonderdeel kies en ik kies dan alleen een planningstatus, dat deze planningstatus dan wordt doorgevoerd voor alle docenten. Ik kies dan voor een planningstatus nee en je ziet dat mijn oorspronkelijke status van akkoord wordt overschreven. En zo kan ik dus ook in één keer de planningstatus van alle docenten wijzigen. Stel nu dat ik alleen de planningstatus van Quinten wil wijzigen, dan kan ik nog steeds hier op het vinkje klikken. En deze wijziging staat bijvoorbeeld onbekend. Of ik kan hier voor Quinten kiezen. Met een planningstatus onbekend. Of laten we even nee kiezen. Want we hebben al onbekend. En dan wordt deze gewoon doorgevoerd. Maar nogmaals, het is dus ook mogelijk. En ik heb laatst begrepen dat ook niet alle klanten hiervan op de hoogte waren. Het is dus ook mogelijk om op het icoontje te klikken om voor één docent of voor één locatie de planningstatus te wijzigen. Nou, voor zover de wijzigingen in de planningstatus. Dan wil ik graag doorgaan naar wijzigingen die gerelateerd zijn aan de aanvragen. Allereerst hebben we een kleine verbetering toegepast bij het aanmaken van verkoopregeltemplates met een staffeling. Kies ik hier voor een verkoopregel met staffeling. Deze optie kiezen. Dan voeg ik een staffeling toe middels het loopje. Tot zover niks nieuws. Echter, wat voorheen het geval was, koos ik hier voor een negatief bedrag. Dan werd dat wel geregistreerd in het vakje, maar werd het vervolgens niet opgeslagen in de definitieve staffeling, wat natuurlijk tot de nodige verwarring leidde. En we hebben het daarom nu zo gemaakt dat wanneer ik een negatief getal invul, ik duw op dit moment op het minnetje, dan krijg ik direct een melding, negatieve getallen zijn niet toegestaan. Want uiteraard, een negatieve staffeling is een beetje raar. Als je voor de eerste 5 personen 100 euro rekent en voor de 6e tot de 10e personen min 100 euro. Op het moment dat je met kortingen wil werken, moet je die altijd apart in een verkoopregel toevoegen. Nou, dat is een kleine verbetering die we hebben doorgevoerd. Een verbetering waar waarschijnlijk veel klanten ook blij van worden, is dat we nu bij het factureren van een aanvraag mogelijk hebben gemaakt om wanneer je termijnen wil factureren, om dit in decimalen op te geven. Ik pak even een willekeurige aanvraag erbij. Met één verkoopregel deelname BNV, 395 euro. Deze klant heeft zogenaamd toegezegd om in 8 termijnen te betalen. En voorheen was dat altijd erg lastig, want je kon hier namelijk geen 12,5% invullen. En dat hebben we nu ook weer aangepakt. We hebben het nu mogelijk gemaakt om termijnen in te stellen op 2 of 3 decimalen. En hiermee wordt het ook dus mogelijk om alle oneven aantallen en bijvoorbeeld een achtste breuk op te geven. Kies ik nu voor maak factuur. Dan zul je ook zien dat dit bedrag netjes wordt meegerekend in mijn conceptfactuur. Netjes 12,5%. En mijn bedrag klopt.
Dus daarmee kun je nou ook bijvoorbeeld 8 termijnen of 6 termijnen of 3 termijnen gebruiken, zonder dat je daarmee dus oneven termijnen gaat krijgen. Nou, daarnaast hebben we nog een aantal wijzigingen in de evaluatiemodule. Of eigenlijk specifiek in de nieuwe wijzigingen die we afgelopen release hebben toegevoegd. Zoals jullie wellicht nog weten, hebben we toen een flinke update gedaan aan het stukje evaluatiemodule dat de deelnemers van de opleidingen zien. We hebben onder andere een preview modus toegevoegd en we hebben een heel nieuw design voor een evaluatie toegevoegd. Nou, ik laat hem nog een keertje even zien, want dat brengt me ook direct naar onze wijzigingen. Het is namelijk zo dat in de vorige release het zo was dat de naam van de evaluatie in de preview niet altijd netjes werd weergegeven. Die werd niet altijd op basis van het samenvoegveld netjes opgevoerd. En tevens was het zo dat deze altijd in kleine letters werd getoond. Nou, daar hebben we veel opmerkingen over gekregen. Klanten die het toch niet zo heel netjes vonden. En ja, goed, daar konden we ons natuurlijk gewoon in vinden. Dus dat hebben we aangepast. Dus nu wordt de naam weer netjes gegenereerd. En dat was natuurlijk gewoon een foutje. Maar ook de kleine letters zijn opgelost. Waardoor de naam weer precies wordt weergegeven zoals je hem ook bij je evaluatie hebt ingevuld. Daarnaast hebben we in de evaluatieanalyse, evaluatieanalyse rapport, hebben we het aantal kleuren in de taaldiagrammen uitgebreid van 5 naar 10. Het was namelijk zo dat in hele uitzonderlijke gevallen bij veel antwoorden op een vraag een kleur 2 keer gebruikt werd. En deze kleuren konden dan ook nog eens tegen elkaar aanleggen in het taaldiagram. Ik heb er helaas niet direct een voorbeeld van. Maar dat hebben we opgelost. Er zijn er meer kleuren, waardoor dit geval sowieso minder zal gebeuren. Maar daarnaast hebben we het dus zo gemaakt dat twee dezelfde kleuren nooit tegen elkaar aan kunnen komen. Hierdoor zal de zichtbaarheid een stuk verbeterd zijn. Dan hebben we nog zoals jullie in de agenda kunnen lezen, een wijziging of een toevoeging in de automatische workflow module. We hebben het namelijk mogelijk gemaakt om automatisch een presentielijst naar de docent te sturen van een onderdeel. Nou, wat heb ik hiervoor nodig? Allereerst heb ik hier een aantal document templates voor nodig. Die heb ik hier al klaargezet. Ik heb een presentielijst op een onderdeel. Onderdeel docentniveau, zoals je hier kan zien. Nou, dat is gewoon een simpele presentielijst die ik even heb klaargezet. Maar ik vind het eigenlijk niet zo netjes om deze presentielijst 1-op-1 naar de docent te mailen. Dat geeft wel problemen met printen en de docent heeft misschien zoiets van, hé, wat is dit voor rare mail? Dus daar willen we graag een begeleidend schrijver bij toevoegen. Die heb ik ook klaargezet. Gewoon een simpel begeleidend schrijver, beste docent. Graag de presentielijst wil inleveren, et cetera. Zoals jullie waarschijnlijk wel kennen van je eigen praktijk. En wat heb ik nu gedaan? Ik heb mijn oorspronkelijke presentielijst heb ik gekoppeld als een bijlage. Dit kun je doen door in de bewerkmodus bijlage koppelen uit te klappen. In dit geval is dat al gebeurd. En dan heb ik een drietal keuzes op basis van templates, 2 opties, niet opslaan, wel opslaan en een bestaand in een extern document. Ik kan dus altijd als bijlage een template toevoegen die dezelfde datagroep heeft. In dit geval heb ik dus een begeleidend schrijver gemaakt op de datagroep opleidingsonderdeeldocent en mijn presentielijst heeft diezelfde datagroep. En ik kan dus deze presentielijst toevoegen als bijlage bij dit document. En als dit document dan aangemaakt wordt, dan wordt mijn presentielijst altijd als PDF bijgevoegd. Dat heeft het voordeel dat de docent nooit problemen heeft met printen. Het is gewoon een gegenereerd document, dus hij wordt wel netjes gegenereerd voordat hij verzonden wordt. En hij krijgt hem niet los zonder begeleidend schrijven in zijn mailbox en hij kan hem netjes printen. Nou, uiteraard moeten we dan nog een actietemplate inrichten die dat mailtje daadwerkelijk gaat verzenden. Dat ga ik nou eventjes voordoen. Nou, we kiezen voor een nieuwe actietemplate. Even kijken. Ik kies even een samenvoegveld om aan te geven om welk opleidingsonderdeel het gaat. Je zou eventueel er ook voor kunnen kiezen om de naam van de opleiding er nog in te zetten. Als je dat voor de duidelijkheid handig vindt. Of bijvoorbeeld de naam van de docent, die samenvoegvelden zijn ook beschikbaar. Ik kies hiervoor een datagroep opleidingsonderdeel docent. Natuurlijk weer dezelfde als mijn document templates. En automatische uitvoering. Proces is uiteraard versturen e-mail. Klik ik op opslaan om de overige opties vrij te geven.
Nou, mijn e-mail template, hier moeten we even opletten. In dit geval is dat dus natuurlijk het begeleidend schrijven. Ik moet hier natuurlijk niet alsnog kiezen voor mijn presentielijst zelf. Want die wordt automatisch gegenereerd als ik mijn begeleidend schrijven verstuur. Die heb ik als bijlage gekoppeld, dus dat gaat helemaal vanzelf. Dit is overigens niet iets, dat wil ik nog even benadrukken, dat specifiek is voor deze wijziging. Het toevoegen van bijlages is altijd al mogelijk. En dan leek me deze wijziging op de datagroep opleidingsonderdeel docent, het automatisch kunnen mailen van een presentielijst, leek me een mooie gelegenheid om deze functie nog een keer toe te lichten. Nou, ik kies dus voor dat begeleidend schrijven. En ik kies voor een gebeurtenis. Nou, in dit geval heb ik er maar één. Dat is docent is toegevoegd aan een opleidingsonderdeel. Dat is verder helemaal prima. Op het moment dat een docent wordt gepland, wil ik hem graag een presentielijst van zijn onderdeel doen toekomen. En vervolgens ga ik instellen wanneer ik deze template wil verzenden. Nou, we hebben in dit geval maar een tweetal opties. Eentje is de aanmaakdatum en anders de datum van het onderdeel. Nou, op het moment ik wil deze actietemplate niet verzenden, of gerelateerd in ieder geval aan de aanmaakdatum van de actie. Want het zou onhandig kunnen zijn als ik mijn opleiding bijvoorbeeld 6 maanden van tevoren al plan. Dus ik ga die fijn relateren aan de datum van mijn onderdeel. Ik ga dat wel even van tevoren doen, want het is wel handig dat de docent een presentielijst van tevoren heeft. En ik kies in dit geval even als voorbeeld voor 3 werkdagen voor de datum van het onderdeel. Even vanuitgaande dat mijn deelnemerslijst dan wel definitief zal zijn. Actie aanmaken kies ik voor altijd en de overige opties laat ik buiten beschouwing, want die zijn vooral relevant voor de handmatige acties. Maar waar ik wel even voor kies is het aanvinken van de koppelingen, zodat ik zowel bij de opleiding als bij de persoon de aangemaakte actie terugzie. Ik klik op opslaan en nog een keer op bewerken om mijn opleidingsstatuscriteria vrij te geven. Ik ga er wel voor kiezen om de opleidingsstatus op definitief te zetten. Waarom? Ik wil alleen de presentielijst versturen als mijn opleiding ook daadwerkelijk definitief is. Dus op het moment dat de actie uitgevoerd gaat worden, die 3 werkdagen voor de datum van mijn onderdeel, wordt gekeken of mijn opleiding in status definitief heeft. Zo niet, wordt de actie niet uitgevoerd. Dan moet ik hier dus niet kiezen voor het bolletje alleen wanneer aan voorwaarden is voldaan. Deze optie heeft betrekking op het aanmaken van de actie. Een heel belangrijk verschil, ik benadruk het nogmaals. Want wanneer de actie niet aangemaakt wordt, en dat gebeurt dus wanneer de gebeurtenis plaatsvindt, dan kan de actie ook nooit uitgevoerd worden. En de kans is zeker aanwezig dat je je opleiding plant op het moment dat de opleiding nog niet definitief is, en pas als je voldoende deelnemers hebt, je opleiding op definitief zet. Je wilt dus wel die acties al klaarzetten, maar je wilt ze pas uitvoeren als je opleiding definitief is. Dat hebben we nu goed ingesteld, nu klik ik op opslaan. Laatste wat ik dan niet moet vergeten is de koppeling met mijn soort onderdelen. Het zal de mensen die bekend zijn met de actietemplates waarschijnlijk al opvallen dat ik hier een tabblad mis. Normaal staat hier de opleidingssoorten. En dat is omdat ik op onderdeelniveau een actietemplate aanmaak. Dus deze moet ik bij de opleidingssoorten aan de onderdelen koppelen. Nou, ik kies even mijn opleidingssoort webinar geven. Dan ga ik naar de onderdelen. Kijk voor het tweede onderdeel. En dan vind ik hier een tabje actietemplates. En hier kan ik dan vervolgens mijn webinar presentielijst mailen naar de docent toevoegen. En voor alle docenten die dadelijk worden toegevoegd aan dit onderdeel, bij de opleiding, wordt automatisch een presentielijst gestuurd 3 werkdagen voor de start van het onderdeel. En daarmee zijn we helemaal rond. Zijn er wellicht vragen over? Kijk even mijn collega aan. Oké. Nou, dat is mooi. Ik begrijp dat alles duidelijk is. Nogmaals, als je vragen hebt, aarzel niet om ze te stellen. Ik ben er uiteindelijk om ze te beantwoorden. Nou, daarmee hebben we eigenlijk de belangrijkste wijzigingen in Coach voor zelf van deze release gehad. Ik wil dus graag doorgaan naar ons opleidingsportaal, waar Jermaine al een kleine teaser van had gegeven in de laatste herinnering. We hebben namelijk ook een flink aantal wijzigingen in het opleidingsportaal uitgevoerd afgelopen release. Ik heb hier even ons demoportaal. En eerste wijziging die we hebben mogelijk gemaakt is het wijzigen van je eigen persoonsgegevens. Als ik nu naar mijn profiel ga, ik ben nu al ingelogd als een leidinggevende op ons nieuwe portaal. Dan vind ik onder mijn profiel vind ik een kopje mijn gegevens. En wat je hier ziet is dat ik mijn eigen gegevens kan bewerken. Ik kan bijvoorbeeld een nieuw adres ingeven of een bestaande adres overschrijven.
Klik op opslaan. Ga ik dan terug naar CoachView. Dan zoek ik mijn eigen persoonsdossier erbij. Dan vinden we hier netjes Veghelse straat nummer 5 in Veghel in de adresgegevens. Dus het is vanaf nu mogelijk om vanuit het portaal je eigen persoonsgegevens te beheren. Wat echter nog mooier is dat wanneer ik een leidinggevende contactpersoon ben, ik ook de gegevens van mijn medewerkers kan bewerken. Ik heb dus hier mijn tapje medewerkers, mijn overzicht van alle medewerkers. In dit geval ben ik leidinggevende van een zestal medewerkers. Klik nu op Frits Frenken. Dan kan ik de gegevens van Frits ook aanpassen. Nou, Frits woont bij mij of in een ander huisje bij mij in de straat. Geen idee of het dezelfde postcode is. Dan ga ik nu naar het persoonsdossier van Frits Frenken. Dan zullen we wederom zien dat deze gegevens netjes zijn ingevoerd. Nou, een veelgehoorde vraag van onze gebruikers om de self-service van de klanten te vergroten. Dus het aanpassen van persoonsgegevens. Hoeven ze niet meer steeds naar de back-office te mailen van Jan heeft toch een ander e-mailadres of Jan werkt bij een andere afdeling. Dat kun je vanaf nu allemaal laten regelen door het portaal. Nou, tweede wijziging die ik graag wil laten zien is in ons winkelmandje. Wellicht heeft nog niet iedereen het gezien, maar ons nieuwe portaal heeft een eigen inschrijffunctionaliteit die we even makkelijk het winkelmandje noemen. Dat het mogelijk maakt voor een contactpersoon om meerdere deelnemers tegelijk op een opleiding in te schrijven. Ik ga bijvoorbeeld Frits inschrijven en Luc. Ik heb ze net aangekeken, je ziet ze hier al verschijnen. Voor eens even kijken, het zou een mooie cursus voor Frits en Luc zijn. Samen training PE+. Je ziet het hieronder al verschijnen in de samenvatting. Klik ik op de balk, dan zien we netjes die gegevens verschijnen. Dan kan ik de aanmelding bevestigen. En een van de nieuwigheden uit deze release is dat we nu een bijlage kunnen toevoegen per persoon die rechtstreeks in CoachView wordt geïmporteerd. Nou, ik heb hier op mijn bureaublad gewoon een aantal importformaten staan. Maar het gaat ook gewoon om het voorbeeld. Deze voeg ik even toe als bijlage en ik klik op bevestigen. Okay. Gaat allemaal goed. Ik heb hier het persoonsdossier van Frits nog openstaan. Klik nu het tapje documenten aan. En dan zien we hier de importformaten direct verschijnen. Dus vanaf nu is het mogelijk om documenten vanuit het winkelmandje rechtstreeks in CoachView te importeren. Nou, waar is dit nou goed voor? Vele van onze klanten hebben een bepaalde controle die nodig is om te kijken of iemand toegang heeft tot een bepaalde cursus. Denk aan een cv, laatstgenoten, opleiding, etc. Deze documenten hoeven ze nou niet meer apart te mailen, maar kunnen de deelnemers of de leidinggevende direct uploaden en kunnen dan ook direct gecontroleerd worden. Een andere functionaliteit waar ik persoonlijk heel erg blij mee ben, is dat het vanaf nu ook mogelijk is om de betaling direct af te ronden vanuit het portaal. Nog mooier, als ik deze betaling afrond, en daarvoor ga ik even naar het overzicht van mijn aanvragen, dan wordt mijn factuur zelfs automatisch gegenereerd en verzonden. Nou, ik klik hier op betaalde aanvraag. Dan krijg ik zo meteen een overzichtje te zien van de kosten, de opleiding waar het om gaat en mijn betaalwijzes. Nou, ik kies in dit geval voor online betalen. Ik wil graag met onze online payment service provider betalen. Deze betaalmethode ga ik starten. En dan kies ik voor Ideal. In dit geval is ingesteld in CoachView dat onze demo-omgeving als payment service provider, dus degene die de betalingstransacties afhandelt, is ingesteld omdat dat Molly is. Dat kunnen jullie overigens niet zien in de taakbalk, bedenk ik net. Of in de adresbalk. Nou, ik kies even voor een willekeurige bank. Dan ga ik verder. Jullie zullen misschien denken, TBM bank, wat is dat voor iets raars? Nou, dat ga ik jullie even uitleggen. Voor het doel van deze demo is ons opleidingsportaal gekoppeld aan een testomgeving van de payment service provider. Zodat ik niet daadwerkelijk nu via een random reader of iets dergelijks een transactie hoef uit te voeren. In de echte situatie zal dit natuurlijk wel het geval zijn. Iedereen heeft waarschijnlijk wel een keer iets online besteld en weet hoe zo'n transactie hoe die precies plaatsvindt. Dat omzeilen we nu even door deze testomgeving.
Maar ik kan wel hier netjes kiezen voor een wel of niet betaald of wellicht nog een payment pending status. Nou, ik kies nu voor wel betaald om even de flow te laten zien. We gaan terug naar de webshop, in dit geval ons opleidingsportaal. En we krijgen netjes een status betaald terug. Ga ik nu naar ons opleidingsportaal, de lijst met aanvragen. Dan zie ik hier een aanvraag komen voor €450. Dat komt overeen met wat we net zagen op het portaal. En een automatisch gegenereerde factuur. Hier is dus niemand van de back-office meer aan te passen komen. We zien ook een betaaltransactie staan. Dit is de betaaltransactie die ik zojuist via de demo-omgeving heb laten zien. Nou, deze factuur die is automatisch definitief gemaakt. En vervolgens kunnen we deze middels een automatische actie, kunnen we hier een document voor genereren. En dit document laten versturen. Dit gaat via een automatische actie, dat zie je hier al. En de automatische actie worden ergens eens in de 5 à 10 minuten uitgevoerd. Maar om dat direct even te laten zien, klik ik hier nu even op uitvoeren. Dan ga ik terug naar het overzicht van mijn factuur. En dan zien we een tweetal documenten verschijnen die nu dus verzonden zijn naar de debiteur. Nou, dit is mijn factuur zelf. En dit is mijn begeleidend schrijven verzonden naar mijzelf als debiteur. En daarmee zijn we eigenlijk rond. Vanaf nu is het dus mogelijk om via het portaal een betalingstransactie uit te voeren en automatisch de factuur te laten aanmaken en verzenden. Wat is hier nou precies voor nodig? Nou, het eerste wat je nodig hebt is een geauthenticeerd portaal, een portaal met inlogmogelijkheid en een abonnement bij een payment service provider. Op dit moment ondersteunen wij Buckaroo, Molly en Ingenico, ook wel bekend als Ogone. Verder moeten we in CoachU de betaalwijzes inrichten. Deze worden opgehaald door het portaal. En er moet een factuurschabloon zijn, factuurtemplate. Nou, die is er, dat hebben we net al gezien. En de laatste stap die we moeten doen is een stukje inrichting aan onze zijde. Waarschijnlijk zal dat gebeuren door de helpdesk. In de parameters. We moeten onder andere een aantal instellingen voor de payment service provider instellen. Dat door de helpdesk gebeuren, maar dat laat ik gewoon even zien voor de duidelijkheid. We zien hier bijvoorbeeld Molly en bijvoorbeeld Ingenico. Daarnaast moeten we instellen welke factuurschablonen gebruikt moeten worden. De demo-omgeving kent er maar één. Dus in dit geval is voor alle drie de situaties hetzelfde schabloon ingesteld. Maar er moet ook een actietemplate ingesteld worden voor de volledige omgeving, die bij alle definitief gemaakte facturen zegt dat er automatisch een document gemaakt moet worden en dat dat verzonden moet worden bij e-mail. Nogmaals, deze inrichting zal gebeuren door de helpdesk, maar dan heb je wel een beetje een beeld van wat er allemaal bij komt kijken. Heb je hier interesse in, of heb je interesse in het mogelijk maken om persoonsgegevens te wijzigen op het portaal? Neem dan even contact op met de helpdesk en dan helpen we je graag verder. Dit brengt me eigenlijk aan het einde van mijn webinar met de nieuwigheden van de release van december. Ik ga mijn collega nog even aankijken of er nog vragen zijn. Niet, mag ik inderdaad de wil uitgeven. Ik zie nog geen vragen verschijnen. Ik zie dat mensen nog een type zijn. Dan kan ik heel even wachten. Nou, als er geen vragen meer zijn, dan wil ik jullie hartelijk danken voor jullie tijd en voor jullie interesse. Ik hoop dat jullie wat gehad hebben aan deze webinar. Je zal vanaf vandaag of morgen nog kunnen terugkijken op onze website, op ons YouTube-kanaal. Dus als je nog een keer iets wilt terugzien, dan is dat zeker mogelijk. En hopelijk tot de volgende webinar over de release van februari. Tot ziens!